Na de grote brand op het terrein van het voormalige bouwbedrijf Villa Vochten op 25 februari zijn de restanten van de brand nog steeds niet opgeruimd. De eigenaar van het terrein, de VOF de Hoge Maasdijk, is in overleg met de verzekeraar en verwikkeld in procedures. Opdracht tot afvoeren van de resten van de brand kan derhalve nog niet worden gegeven. Ja, het is eigenlijk meer een huis- en een keukenbrand. Natuurlijk zijn er kunststoffen bij betrokken, isolatiemateriaal. Dus aan zich is het hier ook niet prettig. Maar ook als je boven je eigen barbecue gaat hangen is het ook niet lekker. Maar er zijn geen extra gevaarlijke stoffen bij betrokken. En dat maakt dat we wel benedenwinds meten. We meten niks, maar je ruikt het wel een beetje. Direct na de brand is er contact opgenomen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer Midden- en West-Brabant voor advies over het mogelijk vervuilde grond- en oppervlaktewater. Vanuit de brandweer is er contact opgenomen met het RIVM. Zowel de brandweer als het RIVM stellen dat er kans is op een vervuiling van het grond- en oppervlaktewater, maar dat dit afhankelijk is van de verharding en ondergrond van het terrein, de hoeveelheid losliggend puin en de materialen die er liggen. Tevens geven zij aan dat hoe langer de restanten blijven liggen en hoe meer regen er valt, hoe groter uiteindelijk het risico wordt op verspreiding. Om eventuele vervuiling daadwerkelijk vast te stellen, moet er een bemonstering gedaan worden. Deze heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente Altena is in overleg met de eigenaar om een bemonstering te laten doen om zo de eventuele verontreiniging van het grond en oppervlaktewater vast te kunnen stellen.